kijkers van Watchdagger, welkom bij deze nieuwe tutorial. En vandaag gaan we beginnen met een nieuw interior. En ja, met het interior gaan we verder met het elfhuis wat we in de laatste aflevering hebben gemaakt. Er is niet echt veel aan veranderd. Er zit nou wel een deur in en ik heb heel iets gedaan aan de binnenkant, zoals ik al zei. Ik heb er een vloertje in gemaakt. Wat je daarvoor moet doen is dat je de buitenste rand van koppel moet maken. En alles wat er binnen zit is dus eigenlijk gewoon wood. Terwijl gewoon oekplanks. En daarboven heb ik de palen geëxtend. Heb ik de muren hier allemaal vier hoog gemaakt. Tenzij het niet anders kon, zoals je hier ziet. Hier wordt hij dan drie hoog. Maar hier kunnen we straks iets met trapjes gaan doen. En dat zul je straks zien. Hier, dit moet je voornamelijk gaan vullen. Want dit zijn irritante ruimtes waar je eigenlijk dus je muur weer een beetje mooi van wil maken. Nou, dat kan je heel makkelijk doen. Gewoon wat blokken tegen de muur aanzetten. En dan gewoon de buitenste muur. Zo, klaar. En hier nog even wat. En dan hou je twee hele grote ramen over. En voor de rest hou je deze hele ruimte over. Nou, dan gaan we beginnen bij het begin. Want je moet natuurlijk onderaan beginnen. Dan gaan we even op zoek naar wat decotarief of decoratieve items. Nou, ten eerste zal ik altijd aanraden om een klein tafeltje te maken. Daarvoor heb je natuurlijk altijd hout nodig. Ja, ik kan ook van steen maken, maar ik vind persoonlijk hout toch wel leuker. Dus dan beginnen we met hout. Ik maak meestal hier aan de zijkant, maak ik dan een tafeltje. Die is wel wat langer, dan doe je hier wat op de kops stairs erbij aan. En dan pak je even wat slabs, die heb je hier ook nog bij. Zo. Hier 10. Zo. En dan heb je eigenlijk al heel simpel een tafeltje gemaakt. Het is op zich best nog wel een grote tafel. Maar het ziet er op zich best wel leuk uit. Ja, hier aan de andere kant kan je natuurlijk een trap gaan maken. Zo. Omdat je natuurlijk naar boven moet. Nou, die kan je op zich wel helemaal in de hoek verschuiven. Dus dat kan je ook heel simpel doen door middel van slabs. Huppakee. Zo. Ja, meestal doen andere mensen doen het altijd met een andere kleur van trap. Dus bijvoorbeeld van een birch ding of iets in die richting. Maar op zich is dit ook wel leuk. Zo kan je hem naar boven en hou je deze ook nog in gebruik. Ga ik even een simpel command eigenlijk uitleggen van hoe kan je in één keer deze hele etage vullen met hout. Nou, dan doe je / fill. Doe je 5 en dan doe je 15, dan heb je de hele radius heb je eigenlijk wel te pakken. Dan moet je alleen even hier de blokken weer weghalen die je in de weg zitten met de trap. En natuurlijk deze. En dan kan je deze vervangen door een trapje, dat ziet er toch wel wat luxe uit. Nou, op zich kan die ook wel gewoon een slab worden. En ja, dan hou je eigenlijk deze kamer nog over van wat er nog eventueel in het huisje zou kunnen worden geplaatst. De meeste mensen zullen zeggen van, nou, er kan hier nog wel iets in de hoek of hier nog iets. En natuurlijk heb je boven nog genoeg ruimte voor de slaapkamer. Maar we gaan even beneden verder, want we hebben natuurlijk hier die tafel nog. En die moet ook gedecoreerd worden. Maar we gaan eerst even beginnen met een mooie aansluiting tot het dak. Even zien, kan dat hier nog bij? Nou, op zich kan het nog wel, maar ik vind op zich vind ik op plat dak nog niet zo verkeerd. Het kan natuurlijk altijd wat randomer, maar het hoeft niet per se. Ik zou het wel aanraden. Dat je niet per se hier die tafel gaat gebruiken of zo. Maar we gaan eerst even beginnen met de verlichting. Dat doe je gewoon heel simpel door hulp van toortjes. Ik zet ze meestal hier gewoon op de derde. Zo. Hoppakee. En nou, hier kan je dan een schilderijtje ophangen. Hier kan je ook weer wat ophangen. En boven heb je hier ook weer 3. Zo. Nou, hoeft eigenlijk ook niet zo. Want je wil ook natuurlijk ruimte hebben voor schilderijen. En verlichting is op zich hierbij niet echt nodig, want het mag wel een beetje een donkerder huisje zijn wat een beetje achteraf is. Hier zou ik eigenlijk een double stone slab opzetten. Zo, want het is wat mooier. En dan kom je hier nog beneden en dan heb je eigenlijk gewoon een leuke verlichting voor beneden dat het toch wel wat gezelliger eruit ziet. Dan gaan we even beginnen met, even zien, dan gaan we hier wat stoeltjes neerzetten. Je kan het ook doen met kussens in Conquest. Het zijn metadata's. Ik ga ook een beetje met metadata's in deze aflevering werken. Dus stel, je kan niet alles namaken hierbij. Geen probleem. Probeer dan even gewoon in creative dingen toe te voegen. Zoals Conquest items. Dan kan je doen door middel van Optifine te downloaden. En gewoon Conquest, de nieuwste. En dan zul je alles wat ik in deze aflevering heb gebruikt, zul jij ook kunnen gebruiken. Nou, dit zijn twee simpele stoeltjes.
Dat sluit toch alweer wat aan. Nou, wat ik dan meestal doe om een beetje wat decoratie aan de tafel te geven is wat potjes neer te zetten. Dat doe je meestal met command 70 dubbele punt 5. Nou, dan zie je dat hier een bordje verschijnt en hier een bordje verschijnt. Dan heb je alweer twee bordjes. Een kleine pompoen, omdat er best nog wel veel farmers in dit gebied zullen zitten. Dus dan kan je hier een pompoen neerzetten. Misschien is het leuk om een kandelaar neer te zetten. Dat kan natuurlijk met een redstone repeater. In Conquest is er natuurlijk zijn kaarsjes, zoals je ziet. Dat is hartstikke leuk. Een paar bekers of een beetje fleurig iets. Dat maakt het altijd wel af. Ik zet meestal wat bekers neer. Het lijken niet echt bekers. Maar vooruit met de geit, het kan ermee door. Nou, ik vind nog wel dat er één flesje met alcohol kan staan. Dat maakt het wel helemaal af. 30.1. En daarna daar is een flesje met alcohol. Pas op dat je niet op de bordjes gaat staan, want kijk, dit gebeurt er dan. Huppakee. Ik kan er natuurlijk altijd nog een onzichtbaar blok boven zetten. Maar het is niet echt essentieel als jij er verder niks mee doet. Maar zo decoreer je eigenlijk wel een hele gezellige tafel. Dan gaan we even kijken bij deze hoeken. Daar kan je altijd nog iets kleins in kwijt. Dan zoek ik nu even een nieuw soort hout. Ik denk dat ik dat even met birchwood ga doen. Dat is altijd wel leuk. Zet je deze hier neer. Oké. Heb je hier een hoekje en dan heb je hier een hoekje. Nou, ik hou hem hier even weg. Hier ook. Want dat is toch wat weer wat mooier. En dan kan je hier natuurlijk even voor de decoratie kan je dan weer een brewingstand kwijt voor in je huis. Wil jij gaan breweren, dan kan dat nu natuurlijk. Dan pak je even een flesje. Hier om deze gewoon een stek van te maken, doe je slash more. En dan kan je die er gewoon in kwijt. Zo, hoppakee. En dan heb jij gewoon een gevulde brewing stand. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. En natuurlijk een cake is ook altijd wel leuk om toch wel wat decoratiever het te maken. En dan heb je dit hoekje ook alweer gevuld. Ik kan hier natuurlijk ook nog een tapijtje op kwijt. In Conquest zou ik adviseren om, als je in een extreme hill biome zit, dit te doen met light grey wool. Dan kan je op zich ook wel iets moois mee kwijt. Zo. Het hoeft niet echt flexibel groot te zijn. Je kan het zo doen. Het is weer wat meer een kleed. Maar je kan het ook gewoon als een animal doen. Dan haal je deze weg. Dan lijkt het toch meer alsof hier een dierenvel ligt. Maar ik vind dit toch wel wat mooier. Het dekt wat meer de vloer. De buitenste randen zijn gewoon mooi wit en het donkere zit toch wel in het midden. En dan hou je toch wel iets over. Je kan hem ook iets meer deze kant op doen, maar het is ook niet echt nodig. Nou, hier in de hoeken gaan we even wat kratten neerzetten. Dan pak ik altijd eerst even gewoon wat blokken. En dan doe ik even zo. Dan zeg ik gewoon / replace 17, omdat je nu die wil gaan veranderen. Je moet even kijken naar je regio, dat je verder niks aanpast. En dan heb jij kratten in je huis. Oh, nou, dat is mooi. Nou, dan denk je altijd van kratten. Ja, daar zit toch altijd wel hooi in om de inhoud een beetje goed te houden. Nou, dan kan je dit doen. Dan lijkt het meer alsof er wat hooi in de kratten heeft gezeten, wat er een beetje uit is gevallen. Dus dan heb je hier een kleine opberging. Nou, ik zou adviseren om hier ook nog wat visnetten te doen. Dan moet ik even kijken wat daar de metadata voor was. Dan pak ik altijd eventjes een kleur van een bol. Nou, in dit geval doen we rood. En dan kan je dit hier zo een beetje ophangen, dat hier wat visnetten hangen. Op zich niet echt nodig, maar het decoreert toch alweer een beetje de boel. We gaan even kijken, 30.. Oh, wacht. Je moet altijd / replace red, 30.7 denk ik het was. Nee, nou dat kan ook. Dan heb je hangende berenvellen, maar dat is niet echt belangrijk, 30.8. Nee, wat? Oh, wacht, ik heb de red er nog in staan. Dat moet je dan wel weer verwijderen. Oh, dat zijn vliegjes. 30.9. Nou, dat zijn stallige mieten. 10. Nou, en dan heb ik 11. Nee, dan moeten we toch even naar 5. 4. Oh, dat is 3. 4. Ja, hier. Dit zijn visnetten. Dan is er toch wel wat meer van, nou, misschien heeft hij straks nog visnetten nodig voor het vissen. Nou, dat is dan hartstikke leuk. Je kan hier natuurlijk ook wat touw ophangen, zo in de hoek. Ja, dan doe ik het alweer hiermee. En nou, dan doe je dit. En dan zou ik dit doen. / replace 30. Of red. Oh, dan ga ik helemaal een fout in. Red 30.6. Dat is een touw. En dan kan je deze kan je dan in een extreme heel biomes heb je dit. Kan je die veranderen naar een zak. Oh, wacht. Dan moeten we even dit doen. 30.
30 dodenpunten. 12. Oh, dit is dus geen... Dit is dus nog geen Extreme Heal Biome. Want als het geen Extreme Heal Biome is, dan is het dus eigenlijk gewoon vis. En dat is op zich ook wel weer leuk. Dat sluit toch wel weer wat aan bij de visnetten. Heeft hij hier gewoon wat hangend vis. Nou, dan zou ik hier eigenlijk wat vliegjes neerhangen. Dat het toch nog wel lijkt dat er wat van af is gekomen. Van dat vis. 17, 30, 9 was het volgens mij. Nee, dat was het toch 10. 30, 30, 10. Dit is al, in het begin altijd nog wel even moeilijk. Nou, waarom doet hij niet? Oh, wacht. Ik heb 40 keer getypt. Zo. Nee, 30.11. Jongen, het is niet echt makkelijk soms die metadata's. Of je moet het echt uit je hoofd willen leren. 5. Ja, dit is hem. Kijk, 8 is dat dus. En dan uiteindelijk heb je dus hier van die visjes hangen. Nou, dan heb je op zich wel je onderste etage flink gedecoreerd. Je hebt hier nog wel een klein gaatje waar je wat in kan doen. Nou, ik kan hier nog wel even kijken wat we daar kwijt kunnen. Misschien is het leuk om daar een paar, of gewoon even een anvil kwijt te raken. Want stel hij heeft een zwaard of een ander item wat hij graag wil gaan repareren. Dan kan hij dat daarmee doen. Ik weet niet hoe de cauldron in deze biome eruit ziet, maar het is gewoon een emmer. Nou, meestal is het handig om wat water in huis te hebben. Dus, oh, geen cake. Water. En dan heb je dus eigenlijk al water in je kamer. Nou, leuk. Dan heb je de onderste etage helemaal gedecoreerd met hangende items, vloer items en licht en best wel veel dingen. Dus dan heb je best wel een leuke kamer. Maar dan kom je hier op de bovenste etage. Ja, je kan hier een dak in maken. Dat gaan we nou ook even doen. Zo, pak even de oak slabs. Zo, en dan pak je, even kijken, zijn het volle blokken? Ja, dan zou ik hier adviseren om dit randje gewoon zo te maken. Dan kan je eigenlijk deze, dat zul je ook gewoon niet zien aan de buitenkant, hoor, mensen. Dus dat is verder geen probleem. Dan maak je dit gewoon lekker vol met een randje. Zo. Kijk eens aan. En deze ook. Ja. Oh, kom niet. Ja, je hoort het te kunnen. En dan heb je eigenlijk al een beetje een randje voor je dak. Nou, dan zou ik de rest een beetje gaan opvullen met een oak slab. Omdat je toch alweer verder gaat met oaks. Dus dan ga je de buitenste rand ga je weer langs. Ik zou hier de hoek niet doen. Deze ruimte ga je even openlaten. Heb ik nog niet echt over nagedacht hoe ik dat wil gaan aanpakken. Nou, daar komen we straks al bij. En huppakee. Want je hebt niet eigenlijk al je ruimte nodig van het dak. Je kan ook gewoon een keer wat anders doen. Zo. En ik zou hier dan eigenlijk ook weer een trapje gaan doen. Want het is toch alweer een breder stuk zoals je ziet. Dus kan je hier alweer eigenlijk dit soort trapjes gaan doen. Dan trek je deze even zo makkelijk door. Laat je deze even hier insluiten. Zo. Deze ook. Kijk u eens aan. En ja. En de laatste. Zo. En dan zou ik hier eigenlijk gewoon volle blokken doen. Dat is toch wel de mooiste aansluiting, omdat je anders dan toch weer met een andere hoeksinval zit. Ja, het is op zich wel leuk om die dingen te decoreren. Het is wel een wat lager dak wat je krijgt. Ik zou hier dan adviseren om gewoon een sleplaag er doorheen te boren. Nou, hier een volle te doen. Zo. En dan kan je hier de slabs eigenlijk bij elkaar laten komen. En dan heb je eigenlijk al heel simpel een best wel leuk dak voor in je huis. Ja, ik vind hem op zich wel leuk eruit zien. Ook al zit er nog best wel veel gepuzzel in die daken. Veel mensen hebben er last van. Maar ik vind het op zich wel best wel makkelijk. Nou, dan heb je eigenlijk gewoon je bovenste kamer. Ik zou adviseren om hier een kleine bedstee te maken. Of een soort van... Ja, nou, ik zou het eigenlijk niet meer het raam doen. Ik zou het meer in deze hoek gaan doen. Kijk, dan heb je hier een bedje. Begin je dan. Nou, dan doe je hier wat slips omheen. Dan kan je hier een... Ja, zoiets doen. Nou, ik zou dit eigenlijk dus gewoon met volledig hout gaan doen. Want dan maakt het toch wel wat een luxueuze bed. Dan pak je eventjes een stokje of zo. Of iets in die richting. Want dit is niet echt het luxe bed wat er is. Nou, dan pak je een... Nou, laten we het dus even mooi gaan afronden met deze. Met birch slabs.
op zich niet echt nodig. Ik kan dit wel met alle kleuren woed doen. Nou, ik zal hier een trapje ondersteboven gaan maken, want het is toch wel weer wat mooier. Als je gewoon gaat kijken naar hoe het uiteindelijk uit komt te zien. Ik hoop dat hij nou de draai maakt. Nee, doet hij niet. Oké, dan moeten we het even zo doen. Oké, haal het even weg. Gaan we hier aan de zijkant verder. Kan je het zo doen. Nou, ik zou dit eigenlijk naar beneden laten lopen. Want op zich hoeft de persoon die hierin komt te liggen, hoeft niet echt veel ruimte te hebben voor zijn bed. Dan loopt het een beetje boven goed af. Nou, dan kan je hier nog wel een trapje boven. Nou, dat gaat denk ik niet werken. Zou ik deze toch eentje nog omhoog laten komen, omdat het toch wel wat dunner bed is. Stel het is een wat dikker bed, dan zou ik hem wat dikker laten gaan. Maar op zich heb je hier best wel een simpel bedje. Met, ik kan hier weer twee chesten kwijt. Met wat spullen van de persoon. En dan heeft hij op zich wel een klein leuk bedje. Ik vind hem wel leuk geworden. Voor de rest kan je hier ook wel weer wat kwijt. Wat zouden we hier nog in kunnen zetten? We kunnen hier nog kasten inzetten. Die zijn op zich niet zo moeilijk te maken. Dan zet je hier gewoon een paar van die trapjes op zijn kop. Dat kan je hier ook wel weer doen. Want alsnog is een slaapkamer wel de plek waar spullen worden opgeborgen. Dan pak je nog eventjes twee deurtjes. Want het is natuurlijk een kast. En wat is een kast zonder kastdeuren? Helemaal niks. Zo. En dan heb je twee kasten. Kan je weer een potje op kwijt. Waar je bijvoorbeeld weer wat een bloemetje in zou willen in doen. Of een skull kan je er wel op zetten. Niet dat hier echt een... dat hier echt een woeste barbaar gaat wonen of zo, maar... het kan op zich wel zijn dat hij deze heeft gevonden ergens en dat hij dacht van, nou, die neem ik mee, ik vind hem wel mooi. Misschien een kleine anvil er weer bij zetten, dat is altijd wel lachen. Een crafting bench, dat hij misschien nog even op zijn kamer wat wil gaan doen. Dan zitten we nog met deze hoek en ja, wat gaan we hier maken? We kunnen wel eerst even een tapijtje gaan pakken. En dat doen we dit keer dan met bruine carpet, want we zitten nou toch niet in de Extreme Hills Biome. Nou, dat kunnen we dan... Dat berenvel wel van maken, dat vind ik altijd wel leuk. Het is helemaal niet zo moeilijk. Ik kan hier nog een beetje zo rondlopen van, ik heb een berenvel, ik heb een beer geslacht. Ja, en dan zou ik eigenlijk zeggen van, nou, je kan hier op zich ook nog wel een kleine opslag van maken. Dus dan pakken we even rode wol. Ik kan ook een pink pakken of ja, weet ik veel welke kleur, maakt mij niet uit. Ik pak meestal gewoon een random kleur. Zo. / replace red. 30 dubbele punt, of nee, wacht even, 5 dubbele punt 11. Nou, heb je hier weer wat kratjes, dan kan je hier weer wat yellow carpeten kwijt. Zo. En dan heb je hier ook weer een klein hoekje gevuld. En dan zou je hier op zich ook wel weer een anvil kwijt kunnen zijn. Ja, als je gewoon een klein spotje hebt, zet gewoon een aanval neer. Want dat kan gewoon. Wat hebben we nog meer? We hebben op zich, er is niet echt veel meer. Wat je hier zou kunnen plaatsen. Ik zou zeggen van je kan hier nog wel wat kisten kwijt. Of een paar working benches. Het ligt eraan wat je mooi vindt. Je kan hier ook wat bloemen kwijt. Ik zou het zo wat open laten. Je kan hier ook wel gewoon weer visnetten hangen. Ik denk van. Dit kunnen we wel even doen. Een paar kistjes hier zo kwijt. Dat hier nog een kistje op staat. Een kistje hier in de hoek. Zo. Of nee, wacht. Deze halen we weg. Zetten we die hier neer. Oh nee. Die doen. Zo. Zo, kijk eens. Wat mooi. Leuk toch? Dan zou ik hier eigenlijk nog wel even wat gaan doen met schilderijen. Want op zich kan dit nog wel even zo. Dan plaatsen we hier eventjes een... Nou, geen messen. Nee. Nou, laten we deze toch wel hangen. En dan kan hier nog wel een zwaard met schild. Het makkelijkste om een schilderij te krijgen is te kijken hoe... Zal de grootte zijn, nou 1x1, dan kan je dit doen. Nou kijk, en dan heb je hem al best wel snel. Heb je een zwaard, je kan hier nog fotolijstjes hangen met items erin. Bijvoorbeeld, je hebt deze over, dan kan je die hier hangen. Je kan er hier nog eentje kwijt. En dan kan je dan bijvoorbeeld een zwaard of een boog in doen. Bijvoorbeeld een zwaard wat hij uit vroege tijden heeft. Nou, geen boek. Een helm kan je erin doen. Kijk, hoppakee. Dat decoreert toch al wel weer snel de boel en dan wordt het best wel weer nice. En ja, dat is eigenlijk dus je huisje. Je kan hier ook nog wel wat in kwijt als je het wil. Ik doe het meestal een beetje simpel. Ik vind de onderkant wel heel leuk geworden. Het was best wel simpel om dit dus te doen. En ja, het maakt wel weer een kleine aanvulling voor je huisje.
Wil jij meer zien van de 11 build tutorials? Subscribe natuurlijk op WatchJigger, like deze video. En laat even, zeg even in de comments wat ik de volgende keer zou moeten maken in 11 stijl. En misschien zullen we dat wel zien in de volgende episode. Bedankt voor het kijken mensen en tot de volgende build tutorial. Bedankt voor het kijken, later!